Zo, ik heb ook weer getankt. Jo. Soms is dat even nodig, jongens. Zo, ook dus alweer betaald. Ja. En dan gaan we weer op naar huis. Maar ik kan thuis niet zo heel erg lekker filmen op dit moment. Stel je voor dat je auto laat staan, dan gaat het lopen. Dan krijg je geen conditie opbouwen. Ja, precies. Allemaal alweer herfstkleuren. Waarom? Het is nog maar net zomer. Weet niet, maar... Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. En Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 26 juli 2022. En het is nu 9:50 in de ochtend. Ja, ik moest even kijken op mijn telefoon. Excuus, doe ik anders ook nooit. Maar ja, er moet ook even getankt worden. En dat ga ik dus nu doen. Dus het is even een lange intro, maar dat maakt even helemaal niet uit. Even kijken, ik moet deze hebben. En mijn goud. Ik zie helemaal geen ene pepernoot, jongens. Echt niet. Wacht even. Zo, ik doe weer te veel. Ik let even niet op vandaag. Maar oké, dat heeft een hele andere reden. Maar we wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze goede nieuwe vlog. Ja, wat ik dus al zei in de intro, er moet ook nog even getankt worden. Dus dat ga ik dus nu even doen. Zo, hij wou even niet wat ik wou. Hij heeft dorst. Mijn auto. Mijn auto heeft even dorst. Dus ja, dat moet ook even gebeuren dan, hè? Ja. Dus ja, dat ga ik maar even doen. Tanken. Zo, ik heb ook weer getankt. Jo. Soms is het even nodig, jongens. Soms is het even inderdaad even nodig. Dus, ik ga even lekker betalen. En dan zien we me zo meteen wel weer. Zo, ook dus alweer betaald. Ja. En dan gaan we weer op naar huis. Maar ik kan thuis niet zo heel erg lekker filmen op dit moment. Ik vergeet weer eens wat. Zo. Ik ben met te veel andere dingen bezig in mijn kop, jongens. Echt. Kijk, zo. Ik merk dat die zwaar is, ja. Jeetje. Ik merk inderdaad en dat die zwaar is, ja. Oh. Jeetje. Nee, maar ik kan thuis niet echt helemaal lekker filmen. Op dit moment. Want ik heb vannacht nog even een ritje Groningen gedaan. Ja. Om daar eventjes mijn lieve zus op te halen. Het is een schat van een meid. Maar ja, dat en dat is gewoon zo. Maar ik heb mijn eigen dingetjes. Zij en zij natuurlijk. Iedereen en die heeft haar eigen dingetjes. Maar ik ben me dat gat wat rustiger. Dus ja. En ik kan dat gat heel weinig hebben. Geeft niet. Maar dat maakt niet uit. Maar ja. Maar mijn zus die wil dus niet open op de sociale media. Respect daarvoor. Dus ik moet eventjes eromheen gaan bouwen. Dus dan weten jullie daar wel even iets van, zeg maar. Dat ik dus niet, dat jullie denken van ja, maar waarom doe je zo raar? Nou, daarom dus. Dus ja, ik heb nou even lekker getankt. Normaal zit er meer in. Voor mijn gevoel, ik kan vrij parkeren. Dat is chill. Maar ik ga wel even keren. Dat wel. Ja. Zo, kijk.
naar achteren. Zo. Verrecht draaien. Vanzelf. Dat was een stoeprandje. Dat was een stoeprandje, K. Ja. Even kijken. Even koekeloer hoor. Ja, nou, dan sta ik helemaal perfect nou. Zo, uit. Nee, ik ga weer lekker naar boven. Dan ga ik zo eventjes... Het is nu 10 uur. Nou, dan gaat de hond rond een uur of 12:30. En dan ga ik zo eventjes met mijn zus eventjes lekker was opvouwen. Ook een leuke. Maar misschien wil ze ook nog eten. Dus misschien dat we eventjes nog even naar de winkel te gaan om even wat eten te halen voor de brood en zo. Dat heb ik niet in huis. Nee. Zo, maar even bellen met de Belastingdienst. Want ik moet een hoop even regelen, zeg maar. Ik krijg nou iedere keer namelijk geld terug, terwijl ik al geld betaal. En dat geld... En dat geld wat ik heb gestort krijg... Ibek! Dat geld wat ik heb gestort krijg ik dus weer terug. Dus ik moet even weten hoeveel er nog open staat. En wat er dus van mijn bank af kan qua betalingsregeling, zeg maar. Ja. Dus dat. Ja, daar ben ik dus mee bezig. En ik moet de lieftallige RDW nog ook nog bellen. Ja. Om te zeggen dat mijn auto wel namelijk verzekerd is. Ja, is leuk. Ja, het is leuk. En dan moet ik nog wat doorsturen voor foto. Ja, en aan Niels. Zo, helemaal goud. Al onze medewerkers zijn in gesprek. Ja, en ik ben ook in gesprek. Een ogenblik geduld, alstublieft. Ben nu bellen met de belasting. Al onze medewerkers zijn in gesprek. Oh ja, mevrouw Zielig. Alsjeblieft. Tjo, mevrouw Zielig hoor. Hij wil zien. Hier. Ik kan ook allemaal wat zo meteen. Geloof ik. Nee? En hoe heb je gelopen net? Nou, Lofrie, klaar nou. Schei uit, nee. Is niet nodig en dat weet je zelf ook, denk. Al onze medewerkers zijn in gesprek. Doe je anders ook nooit. Geduld alstublieft. Doe onder een eindstraal heen, joh, gek. Nee. Via chat en WhatsApp? Ja, ga naar allianzdirect.nl. Online kun je veel zelf regelen, zoals een schade melden, een nieuwe verzekering afsluiten of een wijziging doorgeven. Op allianzdirect.nl vind je ook antwoorden op veelgestelde vragen. Goedemorgen, Allianz Direct. Kan ik helpen? Een hele goede morgen. U spreekt met mevrouw C. Stammer van de Werf. Ik heb een brief gekregen van de RDW dat mijn auto nog niet staat en, geregistreerd als verzekering bij hun. Oké. Heb je misschien een kentekennummer? Daar kan ik met je mee kijken. Ja, dat heb ik. Dat is. Even kijken. En heb je misschien postcode en geboortedatum? Ja, dat heb ik. Dat. Want ik heb namelijk geen zin in namelijk een vette boete. Namelijk. Nee, snap ik. Hij is wel verzekerd. Dus ik zal hem voor je aanmelden bij de RDW, zodat je dan deze boete niet hoeft te betalen, inderdaad. Graag. Want dit is namelijk in mijn allereerste auto. En ik heb er 9 jaar over gedaan om hem een rijbewijs te halen, zeg maar. Nee, dan willen we dat niet hebben, inderdaad.
Ik ga voor je aanmelden. En dan komt het helemaal goed. Wanneer is dat ongeveer dan zichtbaar en bij de RDW? Dat zal vandaag ergens verwerkt worden. Oké, okay, top. Dus, en dus dan, als ik ze morgen bel, dan staat mijn auto bij hun verzekerd. Ja. Oké, okay, top. Dan dankjewel. Graag gedaan. Is goed. Nog een fijne dag. Dankjewel, hetzelfde. Dank je, dag. Zo, nou, ik heb de Belastingdienst gebeld, maar die nemen niet op, want die hebben het veel te druk. Ja. Ja, dat is leuk. Die hebben het veel te druk. Met op internet te zitten. Ja. Nee hoor, grapje. Weet het niet. Maar toen heb ik dus namelijk, omdat ik er niet doorheen kom, heb ik dus de RDW gebeld. Daar blijkt dus uit dat mijn auto nog niet verzekerd stond bij hun. Maar ik heb dus mijn verzekering gebeld. Die hebben dus nou doorgestuurd naar de RDW dat het dus verzekerd is. Dus als ik dus morgen bel naar de RDW, dan moet het goed zijn in hun systeem. Dus dat gaan we bekijken. Ja, dus als het dan nog niet zo is, dan ga ik weer met mijn verzekering morgen bellen. Geheid, serieus. Ja, dus... deze houden we nog even hier van de RDW. Helemaal goed. En dan ga ik van de week maar weer eventjes of straks nog eventjes de Belastingdienst bellen. Moet ook gebeuren. Ja. Helemaal goud. Top. Ja. Moet niet in het schermpje kijken. Moet naar jullie kijken. Is leuk. Is nieuw. Zwennen. Maar oké. Okay, maakt niet uit. Dat dus. Ik ga even kijken wat we nog meer kunnen gaan doen. Zo. Nou. De was hebben we opgevouwen. Ja. Helemaal top. Helemaal geweldig. Dus ja, en dan ga ik jullie laten zien hoe mijn kast er nou dus uit gaat zien. Kijk, mijn kast is één grote puinhoop, jongens. Ja, en dan moet dat er nog op in. Hoe ga ik dat nou voor elkaar krijgen? Ik weet het niet. Maar sowieso ga ik aankomende winter even lekker ontspullen. Maar dat doe ik lekker samen met Karin en met Debbie. Dus dat komt helemaal goed. Dus, maar dan ga ik even lekker de hondjes uitlaten en ik laat jullie even lekker thuis. Ja, joh. Nou, mijn lieftallige zus, die is even naar Roderick toe met de hond. Ja, ook niet heel erg onbelangrijk. Zo, ik doe even wat dingen naar de woonkamer toe. Zodat de hondjes niet helemaal kunnen slopen wat er eigenlijk ze dan kunnen doen. En ik moet nog even naar de wc. Ook dat is ook erg handig. Joh, inderdaad, is heel erg handig. Dus dat ga ik nu even lekker doen. Kijk, dan go! Ja, dat heeft de conditie op laten bouwen. Ja, goed hè? Helemaal goed. Stel ik voor dat je auto laat staan, dan gaat het over. Dan krijg je een conditie opbouwen. Ja, precies. Maar ik heb Maarten trouwens gemaild. En die gaat de opnamebureau mailen. Of en of de opname vervroegd kan worden. Ja, een kwartiertje eerder. Ha. Alleen hij en hij schrijft inderdaad niet en niet goed alles bij, hè, trouwens, op de tank. Dat dacht ik ook. En want ik heb het echt vol gegooid, totdat ik de benzine echt gewoon zag, en dat ik nog en nog moest zakken. En hij zegt nou dat ik, ja, dan moet ik er wel eventjes, 740 kilometer, en wat niet klopt. 740, dan ben je deze Oh, wat ziet jouw raam eruit, schat? Oh. Het ziet eruit, ja. Helemaal niks. Nou, we zijn weer dus bij de mappen. Ja. En Ro, die wou ik even karretjes halen, maar nee, helaas. Helaas, jammer. Ja, jammer voor jou, ja, maar beter voor ons. Ha, grappig. Dus, ja, maar dat komt wel helemaal goed. Prima, hoor. Dus, maar ja. Ja, ach ja, maakt niet uit. Mijn stem is nog niet helemaal wat het moet wezen. Nog niet. Hij is een beetje helemaal hees, maar dat maakt niet uit. Nee. Dus, de trap is uitgevallen. Ah, het trapje is uitgevallen. Ik wacht dat hij weer gaat doen. Ja. Ja, ik moet hem vastzitten hoor, op de roltrap die het niet doet. Ja, precies. Even zo meteen even kijken waar de beveiliging is. Laat hem lekker aanzetten. Dus, maar we gaan dus nu even kijken bij de Action. En naar de Action gaan we naar die Jumbo. Yep. Allemaal weer herfstkleuren. Waarom?
Het is nog maar net zomer. Weet niet, maar waar klopt het ergens iets niet? Geen idee, ook hier. Dit is zomer en hiernaast heb je weer herfst. Ja, ja. Ik snap het niet hoor, maar oké, maakt niet uit. Ja, dat lijkt me wel. Ja, hij is wel leuk. Hij is wel leuk, hè? Hij is wel leuk. Nee. De Dream Team. Serieus? Jimmy. Boy. Hey, hey, hoe is het? Heb je nieuwe camera? Ja, je meet het. Je ziet het. Hè? Ja. Misschien wil ik helemaal niet op die film, hè? Wat? Misschien wil ik helemaal niet op die film. Ken je die? Is het broertje van die, hè? Nee, jammer. Wel waar. Hoe is dat? Ja, goed. Met jou? Mooi. Werk ze, schat. Doei. En we gaan weer eens, net zoals gewoonlijk, naar de bak. Bak, bak. Yep. Naar de bak. Bak, 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 bak. Helemaal goud. Gewoon even lekker naar de bak. Bak, bak. Eens even kijken wat ze in de bak hebben. Eens even kijken. En nu serieus, in 2,50? Ja, een nieuwe tas nodig. Serieus? Wauw. Serieus? Van de week heb ik zo'n 1 gehaald en voor een euro. Ja, nu 2,50. Wauw. Dit is wel een euro. Nou, die hof moet ik niet hebben, hoor. Ja, dat is mooi. Nog een ronde krijgen voor 2,50. Er zit meer in. Kijk, die is breder. Kijk, ja, er zit zo'n stuk meer in. Dat is fijn voor zo'n stuk meer, ja, zo'n stuk meer in. Ja, dat is fijn voor, ja. Zo'n stuk, hè? En ik ga maar weer eens wat halen. Ik heb het namelijk overlegd met Roop. Ja. Want ik wil mijn stem weer terug, jongens. Ik wil mijn stem terug. En dat kan alleen maar met iets lekkers voor mezelf. Dat is deze grote jongen. Oh, nee, die niet. Ah, pak een verkeerde. Ik moet een andere hebben. Dat is deze grote jongen. Deze wil ik hebben. Helemaal goud. Dus deze gaat in de kar bij ons. Ja, helemaal goed. Helemaal geweldig. Dus, joh. Ik heb deze maar gehaald. Is lekker. Echt wel. En daar ligt deze dame dan weer. Lekker op de bedje. En dat betekent, zoals gewoonlijk, dat ik deze vlog lekker ga afsluiten. Dus, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker niet te abonneren. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat dan gelijk even een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen terug bij een gloednieuwe vlog. Ciao!